Yo beste kijkers van mijn kanaal, welkom terug in de Uncharted 3 Remastered serie. Vandaag zijn we aangekomen bij aflevering 6 alweer en starten we hoofdstuk 8. We lopen qua hoofdstukken dus iets voor op de aflevering, wat alleen maar beter is. Wat dus inhoudt dat we meer hoofdstukken behandelen in één aflevering. Dat is alleen maar goed. Sommige hoofdstukken zijn simpelweg gewoon echt stukken kleiner dan de andere. En dat is ook alleen maar beter. Die afwisseling is altijd perfect gedaan. Er zullen weer een stuk of, wat zal het zijn? 21 hoofdstukken in een Uncharted game zitten. Dus we zijn op ongeveer, laat het zo zeggen, de helft. Ongeveer begin van de helft zijn we aangekomen. Welkom terug in ieder geval allemaal, hoofdstuk 8 Syrië. En deze game wordt nog groot. Deze game wordt nog, ja, redelijk groot. Hij zal wel langer zijn dat we nu op de helft zitten, hoor. Ik bedoel, het was maar een kleine inschatting, maar ik ken de game wat langer dan vandaag en... Ja, het kan opeens rap gaan. Als je er helemaal in deze zit... Deze kant op. Ga jij maar kijken. Ik wacht hier. Ga jij maar kijken. Oké, okay, blijf hier. Ik ben een oude man. Ik rook een sigaar. En jij gaat lekker alles voor mij doen. Oké, okay, Sally. Het is veilig. Kom maar hier. Kom maar hier. Ik weet hoe dan ook dat hier ergens een schat is. Dus ik moet even aan de richeltjes hangen. Hier is het niet. Kijk, vanaf die parkeerplaats kwamen we. Zo zijn we binnengekomen. Het lijkt alsof het dood loopt hier, maar het is gewoon een parkeerplaats. Hier rechts loopt een bergpad. Dat zal je zien aan de ending van de chapter. Want daar... Syrië is trouwens fucking mooi vormgegeven. En daar is het stuk dorp. Kijk, zie je? Het is super mooi gemaakt allemaal. Dit is Syrië. Welkom in Syrië. Het is echt tof gedaan. Fucking vet. Wat een getalenteerde studio is het toch ook. Dat dit gewoon een PS3 game was. Absurd. Echt absurd. Kun je nagaan wat die gasten gaan doen op PS4. Echt insane, jongens. Gast, gaat hij zich wel laten vallen, hoor. Even kijken wat de schat überhaupt is. Hij was hier niet eens. Ik moet gewoon hierheen. Nou, dat ging net al goed. Nou goed, dit is in ieder geval gelukt en de schat is binnen. Nice. Klote plek natuurlijk voor een schat. Het zal dus niet, hè? Ik klim wel omhoog en eromheen. Ik laat je weten of het veilig is. Oké. Ik wil net zeggen, ik begin gewoon meteen met klimmen, terwijl volgens mij daar altijd nog een... Wow! Een dialoog is. Ja, scheelde niks. Nee, what the fuck? Zullen we schrok zich ook dood? Het zal toch maar zo zijn dat je zo je vriend te platter ziet vallen, hè? What the fuck, jongen. De klim en geklauwd hier, jongen. Het is echt altijd vet gedaan in Uncharted games. Het maakt deze games ook zo bizar sterk. Want het is gewoon Tomb Raider, maar dan beter, naar mijn idee. Shit. Nu al? Zat ik net op te wachten. Ik ben nog nooit zo stealth geweest in deze beginning. Het lukt gewoon opeens. Ik ben echt hier nog nooit zo stealth geweest. Nooit op deze manier in ieder geval. Oh, vies hoor. Is er nog steeds een enemy? Boom.
ben gewoon helemaal steld gebleven. Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Dit is me nog nooit gelukt. Ook niet op de PS3. Kom op! Het is veilig! Wat heb je allemaal uitgespookt? Wat ik altijd doe. Zo, even een chipje erbij. Yo, wat heb je allemaal uitgespookt? Wat ik altijd doe. Spannende teksten. Deze gun is trouwens pittig. Pittig. Gewoon lekker pittig. AK zullen we de hele game nog tegenkomen, dus ik denk dat ik even de shotgun erbij pak. Voor de rest, nog steeds echt gewoon trots op het feit dat ik dit stelt heb gedaan. Echt, het is nog nooit gelukt, nogmaals. Kom op, help me hier even mee. Ik weet dat ik het wel altijd probeerde, maar het lukte gewoon nooit. Geen schatten. Nope, even kijken of hierboven ook niet. Want ik ben natuurlijk nu gaan focussen op die stealth gameplay. Waardoor ik dus niet echt weet of ik dingen heb overgeslagen. Ik zie hier helemaal een trap en zo. Echt joh, ik heb dit nog nooit op deze manier aangepakt. Nou, nee. Denken zo 1, 2, 3 niet. Oh, oh mijn god, nee! Nou. Nee! Ja, dood. Kom op, hierheen. Kijk, dit zijn ook echt die typische plekjes. Dat als je daar dan aankomt, je hoort daar namelijk officieel niet te komen of zo. Tenminste, officieel niet te komen. Daar kijk je niet zo 1, 2, 3. Terwijl je er wel kan komen. Dat zijn altijd meteen opschieten. Typische spots voor treasures. Lijkt mij. We gaan het misschien gewoon, als we er al heen kunnen, gewoon even exploren. Ik zie hier een mooi watervalletje. Het is namelijk gewoon een heel mooi museum in Syrië. Kijk, we kunnen er nu nog niet heen. Maar straks als we daar aankomen, kunnen we er als het goed is wel heen. Ligt eraan. Ik weet het niet. We zien het straks wel. Laten we allereerst gewoon deze trap opgaan. Daarboven kunnen we zijn natuurlijk. Sally, hier zo. Nou, die kan je kapot schieten, denk ik. Ja. Als er in ieder geval nu enemies in de buurt waren, zijn we niet, meteen niet stealth meer. Want ik schiet gewoon met een sawed-off shotgun even een deur open. Hey, Sally, hierheen, man. Moet even komen. Boom! Nee, ik tref hier niks aan. Ik denk dat we straks juist op deze manier op dit punt terugkeren. Mooie lampies. Even kijken. Sick museum. Ik kan me ook niet voorstellen dat we een museum gaan aantreffen zonder schat. Laat me zakken. Omdat je het zo vriendelijk vraagt, man. Laat me zakken. Iets te zien beneden? Oké, wacht even. Ik ga even kijken. Ah, ik ga even koekeloeren. Zag ik daar nou iemand? Let op, we gaan een stealth shippy kill doen. Gewoon dood door zo'n kleine hoogte, maar oké, nice. Nice kills, baby. Nee, zo snel zie ik hier helemaal geen schat. Ik was hier echt zwaar van overtuigd dat hier een treasure is. En die is er ook, lol. Ik keek niet goed. Hij is er alsnog. Nou, let's go. En nu daarheen, oké. Nee,
Hier zo. Oh. Achteruit, ik schiet op het slot. Boom. Damn, wat een wapen. Plakken, plakken, plauw. Jezus, jongens. Lichtval, love it. Ik ga er even een fotootje van maken, jongens. Klinkt misschien stom, maar... fotootje van gemaakt, dan kan ik straks in de Den Aden community posten dat de opnames daadwerkelijk zijn begonnen. Sally, help even. Thanks, mate. Pro shooter. Pro shooter. Ook een beetje wiet hier al in de hoek. Nice. Hebben ze ook gewoon in Syrië. Museumpje. Ah, oh, daar is een beetje wiet. Katharine en Chloe kunnen het nog moeilijk krijgen. Waar zouden ze kunnen zijn? Ik ga hier alsnog even rondkijken hoor. Jullie weten dat ik het altijd wel een beetje check. Nou, hier niks. Hier kan ik dus nu op deze manier ook nog checken. Cool, we kunnen verder. Want daar is niks, het is een lamp. We kunnen hier nu naar links, daar moet ik ook even rondkijken. Krachtenkleren. Jij zit toch in Frankrijk? We komen je redden. Waarom? Omdat je gepakt was? Of erger. Wat, hoezo? Nou, Talbot viel ons aan bij het château. Het was een val. Ja, we dachten dat ze jou ook gevolgd waren. Nou ja, ze zijn ook wel hier. Je meent het. Dus misschien moeten we wel iets stiller zijn. Wat is er met jullie gebeurd? Jullie zijn al meer dan 24 uur onbereikbaar. Oh ja, ik moet mijn bel goed opwaarderen. Heb je dan geen abonnement? Jongen, die contracten zijn oplichterij. Wat? De mijn is kapot. Alweer? Jongens, hey, lekker belangrijk. Je raadt nooit wat we ontdekt hebben. Het zit allemaal hierin. Niet alleen reikt Elisabeth's spionagenetwerk helemaal tot hier, maar ze waren allemaal lid van een soort geheime kluizenaarsgezelschap. De British Occult Secret Service, de School of Night, de Hellfire Club, de Order of the Golden Dawn zijn allemaal verbonden. Dus John Dee... en Francis Walsingham, en Walter Raleigh, en zelfs je vriend Drake, ze zaten er allemaal bij. Maar voor hen ging het alleen om macht. Macht over hun vijanden, door spionage, oplichterij en angst. Hé, jongens. Wacht. Dus Marlowe en haar team... zijn dezelfde geheime club, 400 jaar later. Kunnen jullie even ter zake komen? Ja, we moeten een beetje opschieten. Goed, goed. Hier, kijk. Quod est superius. Est sicut quod est inferius. Zoals boven, ook beneden. Dat is de sleutel voor absoluut alles. We moeten naar het hoogste punt in dit kasteel. Aldus, de trap. Buikwerk. Oh, oh, oh. Zo leuk om dit te spelen, zelfs voor de 100 miljoenste keer. Met deze aanwijzing moeten we de crypte kunnen bereiken. I de ingang moet hier ergens verborgen zijn. I simply love it. Omdat die afwisseling, weet je wel, tussen lekkere horror, beetje James Bond. Horror ook echt, ik zei het verkeerde woord. Actie, beetje James Bond en dan die humor af en toe. Dat wilde ik zeggen in plaats van horror, hè, allebei met een H. Vind ik gewoon vet, die afwisseling is zo nice. Maar goed, is echt geen moer te vinden hier. Dus ja, laten we een beetje haast maken, want anders staan we hier morgen nog. Nou, hier dit ook gecheckt, hier is ook gewoon helemaal niks te vinden dus... laten we naar binnen gaan. Dit ziet er ook echt tof uit. Hey, is daar niks? Nee. Ik zie spoken. Let's go. De trap. Daar. Dat is de hoogste toren. Oké. Dan moeten we naar de overkant. Kijk uit. Oh shit. Godver. Bukken. En nu? Oké, er is maar één weg naar de toren. Fijn. Ik dacht dat we snel erin en eruit konden. Pardon? We kunnen nu echt niet meer stoppen. Ja, we zijn er bijna. Kom op, we gaan wel om ze heen. Arme Sullivan. Dat is de oude man van het stel. Ook de meest slimme trouwens. En die andere twee dan? Nou, die zijn dood. Talbot heeft ze vermoord. Oh, hoor je dat? Ze praten over ons. Oh, die zijn dood. Ik heb echt telkens het idee dat ik treasures zie. Ik zie echt spoken. What the fuck?
Dan hebben die wel lekker mee. Fucking awesome gun. Zeker voor op afstand. Oké, guys, ik heb hier nog een kort zoektocht gedaan. Geen schatten aangetroffen. Ook niet op plek als dat. Dus het is echt ongelooflijk. Ik denk dat het pas later in de chapter aan bod is. Awesome zweefduik. Wel een beetje dom dat ik echt gewoon eerst zo'n stoot in de lucht deed tegen helemaal niemand. Maar goed, maakt niet uit. Pam. Schouder op je neus. Schouder ook echt. Elleboog op je neus. Wie is daar? Wie is daar? Helemaal niemand. Oké, als die man terugloopt. Bam! Nou, ik vind dat het redelijk sick gaat hoor, op Verpletterend. Wij hebben die mooie aanpak gewoon. Er is een ingang, onderaan de toren. Kom, we gaan naar de top, kunnen we alles overzien. Ja, dat was ook de bedoeling, of niet soms? Kijk, daar moeten we heen, die toren daarachter. Cool. Hier voor de rest is niks meer, nope. Gelukkig had ik zo'n goede handgun, want anders had ik mezelf niet kunnen redden daar. Maar laten we snel opschieten. Let's go. Poort, fijn. Charlie, kan je me even helpen? Ben je er al? Ja, klaar. Heb eens. Oké, omlaag. Mooi, welkom in de toren. Kom op, volg me. Ik tref echt zoveel verschillende guns aan hier. Van het Rafika naar andere wapentjes al zo vroeg in de game. Dat ik denk, ja, ik maak die switch nog niet. Want ik moet eerst kills maken met andere wapens. Jij gaat dood. Jij gaat dood. Ga lekker zelf dood. Kijk. Wow, Jezus! Lekker door je kopje heen. Oh, we houden die wel even lekker bij ons. En dan switchen we over naar die Rafika gun. Ik zal ook na deze opname even kijken tussen de trofielijst met welke wapens nou specifiek die kills moeten worden gemaakt. Want met die kennis, ja, kom je toch echt wel een heel eind verder. Weet je precies met welke wapens je aan de slag moet gaan in de volgende parts. Nou, nog even hoger dan maar. Eruit! Oh. What the fuck? Wat gebeurde daar? Wat een gekke man, dit bedoel ik met James Bond actie. Wat is dit nou weer? Ook echt iedereen sterft, maar wij hebben weer veel te over de top dit overleefd natuurlijk. Kom op Verpletterend. En door het kopje heen.
Nee, wat is dit voor sprong, Nate? Wat doe je, man? Kijk, hun zijn nu echt vet in de problemen door mij. Nou, daar ben ik weer, hoor. Ik ben weer binnen. Verrassing! Hij is hier! Verrassing! Ik had beter gewoon iets anders kunnen doen. Bijvoorbeeld dit. Zo. Kijk, dit is prima. Oh fuck! Verrassing! Nee, ben bezig! Nice, die is neer. We switchen over. Bedankt, Knel. Je hebt ons gered. Ja, no problemo, por favor. Mac 5. Net wat ik nodig had. Daar gaan we. Wow. Altijd deze mannen. Oké, ik zit gewoon vast door deze man. Handig hoor weer. Ik kan beter gewoon meteen vechten tegen dit soort mannen, denk ik. Die explosieven gingen veel te laat af. Hier, die voor je. Vetzak. Altijd die mooie pakjes hebben die vetzak ook aan. Hé. Hier naar boven. Kom op. Hierboven. Hey, geef ons dekking, oké? Ja, maar wel opzitten, oké, jongens? Ja, we zijn net schietschijven zo. Hey, hier. Zie je? Zoals boven, ook beneden. We zijn echt op de juiste plek. Ja, maar de juiste plek waarvoor? Nou, de kruisvaarders zouden de ingang van de crypte in het zicht hebben verborgen. Wacht eens even. Ja, kijk. Dat symbool staat ook op Drake's kaart. Pal hiernaast. Natuurlijk. De kleine beer. De Polster. Het enige vaste navigatiepunt. Dus als we dat naar het kasteel toe volgen... Dan vinden we vast onze geheime ingang. Mag ik hem even? Ja. Ik wil hem wel terug. Ik heb hier ook echt nooit een logic in gezien. Gebruik de telescoop, man. Ja, rustig aan. Kijk, je moet dus een logic zien. Als je die telescoop niet gebruikt, geef hem dan maar terug. Dan vind ik hem wel. Ik gebruik hem. Door het stilpannetje en de grote beer en de polster. En je moet er allemaal dingen in zien. En... Hoe gebruik ik dat ding? Goed, we moeten dus de polster vinden. Oké. Vanaf dit punt is dit in ieder geval het stilpannetje. Gevonden. Oké, eens kijken of we de ingang kunnen vinden. Hij moet recht onder de polster liggen. Daar is hij. Nou, die heb je ook zo gevonden. Jongens! Ja, even wachten. Zo simpel kan het toch niet zijn? Nee! Kijk uit! Omlaag! Echt hoor, zo simpel kan het toch niet zijn. Het is gewoon de enige deur met grote spotlights ernaast en zo. Oh, moet je helemaal via sterren kijken. Nou jongens, gasten zijn gestoord! Ze
gesloten werken. Wat is er toch mis met die gasten? Ze vernielen hier alles! Dat is het dam. Kunnen we mee oversteken? Wordt nogal moeilijk als op ons schieten! Oh. Kijk uit! Er blijft helemaal niks van het ding over tegen de tijd dat ze er klaar mee zijn. Die gasten geven niet op. Oké, dan moet hier nog meer ammo zijn. Nice. Nog één? Kan, Pasco. Kom op, we moeten gaan, nu! Oh, niet hierin denk ik. Nee, dan ben ik neer. Ja, moet ik eerst? Altijd hetzelfde liedje. Kom op! Kom op! Kom op, Nate! Kom op! Let's go! Weg! Ze zijn helemaal gek, die mannen! Ze slopen een heel museum van. Ja, we vinden wel een manier om bij jullie te komen. Pas op! Shit. Hey, vriend, kijk. Het is de toren. En Sally en Chloe dan? Die zijn oké. Kijk. Het is precies daar. We moeten erin, man. Nee, dat lijkt me geen goed. En hij is weg. Fijn. Dit moet geruisloos. Blijf bij elkaar. Maak ze af. Oké, waar nog meer? Want het moet inderdaad allemaal geruisloos. Maar hoe ga je dat fixen? Komt hij naar... Ja, hij komt hierheen. Hou de wacht. Ik ga kijken. Ben ik het aan het fixen? Weer geen schat. Echt nergens liggen schat hier, heb ik het idee. Misschien daar helemaal aan de overkant. Oh shit, daarboven zijn ze zelfs. Die mannen zijn gek. We hem naar stealth uitschakelen, maar ja, dat lukt niet zo 1, 2, 3. Via boven, via de zijkant. Ik ga het allemaal proberen, jongens. Hey, kan ik hier gewoon in? Ja, ik kan erin. Vet. Even kijken waar de enemy precies is. Ik heb het serieus nog nooit zo stealth aangepakt. Serieus niet. Wie is daar?
Ah, en nou zijn we gezien. Dit is weer jammer hoor. Jezus Mina, wat een enemies jongens. Nou, stel het lukte het niet dus. Ik heb je. Wat doet die man daar opeens? Hé, het is hij. Komt hij opeens aan. Hallo, ja, was wel leuk hier. Nou, je een beetje jammer dat het nou weer niet stelt is gelukt, maar goed. Zo gaat het ook wel erg rap. Daarboven moet ze er nu dan nog zijn, denk ik. Oh, daar kwam die andere man, denk ik, vandaan. Van boven, omdat ik dat niet in de gaten kon houden. Nou goed. Voor nu lijkt het gelukt. Even kijken wat we hier aantreffen. Wie weet, is er nog een schat ergens? Moet bijna wel. Ja, daarboven. Duh. Kom, hierheen. Kom, yes, goed. Daar zijn we dan. Eindelijk. What the fuck? Dit is een... Ja, Het was ook te mooi om waar te zijn. 1000 jaar geleden was het geen opslag. Nee. We zien iets over het hoofd. Hé, hey, wacht eens even. De beelden. Zie je? Eén hand omhoog, één naar beneden. Ja. Kijk, boven, beneden. Het is keer op keer hetzelfde thema. Hebben we weer een stukje van het spoor gevonden? Nou, daar lijkt het in ieder geval wel op. Geef de telescoop nog eens? Ja, tuurlijk. Dank je. Waar zoeken we naar? De beren, denk ik. Oh, wacht eens even. We zoeken nu de polster. Hé, hey, daar is dat symbool weer. Ja, misschien is het dit keer niet in de lucht, maar juist ergens laag. Dan moet het iets binnen de kasteelmuren zelf zijn. Een soort van embleem. Of symbool. Zal vast iets in het kasteel zelf zijn. Wow, wacht. Daar. Ja, daar. Aha. Zo beneden, zo boven? Ja. Wat ben je nou aan het doen? Het is hierboven. Niet dat geschreeuw ook gewoon. Wat ben je nou aan het doen? Ik ging gewoon even naar het sterretje kijken, man. Ik ga wel even verder dan, als je zo graag wil zoeken. Maar misschien wijst het inderdaad naar een bepaald punt. Dat... Dat. Oh, maar daarboven misschien. Het wijst. Ja, die pilaren. Dat moet het zijn. Oké, we gaan er een naar kijken wat het is. Ja, pikken we onderweg, zal hij een klooi wel op. Ze zijn daar! Shit, ze hebben ons gezien! Kom op, Charlie, we kunnen hier niet blijven zitten. We moeten gaan! Ik kan alles. En oh, Sullivan ook. Ik zie een en nog chaos, maar... Wel de volgende aflevering, jongens. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, het liken. En tot de volgende aflevering van Uncharted 3 Remastered op mijn kanaal. Later.